Ja, goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik heb mijn blote billen gezegd. We moeten even naar de tandarts. Het is erg vroeg. Ik hoef niet naar de tandarts. Nee, ik hoef niet naar de tandarts. Het is 9 uur. Dus we moeten gaan. Ik zit nog bij de tandarts. In de wachtkamer. En we zijn een beetje zenuwachtig. Dat is wat tandarts het bij mij doen. En ik hoef zelf een bonus. Ze hebben hier wel iets betere wachtbankjes als de vorige keer. Dan kan ik rustig gaan worden. Nou, zit ze dan, hè? Nog weer drama. En kunnen we niet? We moeten gewoon praten, anders kunnen we niet. Oh, nee. Want het... regent. En dan weer. Dus we kijken naar Bob de Bouwer. Ik kijk niet... Jawel, je kijkt wel naar Bob de Bouwer. Dat maakt het niet uit. Dat is toch leuk, hè? Hè? Ja. Ik ga het niet meer zeggen. Nu weet ik dat al wat. Maakt het niet uit. Ik kijk toch met je mee? Ik kijk ook Bob de Bouwer. Hé, ik ben 32. Ja, ik ben mee. Ja, nou ja, dus als ik meekijk, wat maakt het dan uit? Als het leuk is, is het leuk, toch? En ik ga vanavond koken. Ja, wat ga je maken? Je moet hier kijken. En ik weet nog niet wat ik ga koken. Dat weet ik nog niet. Nou, je hebt nog even. En ik ga nog geen boodschappen doen, want het komt met bakken uit de lucht. We gaan verder met Bob de Bouwer. Boodschappen te gaan doen en hij heeft iets uitgekozen. Kun je het vertellen? Ribbelfriet. Ribbelfriet? En hoe moet je die maken dan? In de oven. Oh, in de oven. Oké. En wat meer? Het is een worteltje. Ja. Oh ja. Ja. En nog een stuk bij. Appelmoes, oké, ja top. En nog iets van... Nog iets van vlees. Oh, oké. Okay. Hij heeft iets uitgekozen. Slavinken. Ik zie het niet. Oh ja, ja, slavinken, oké, okay, lekker. En Max gaat dat helemaal zelf maken, dus we zijn benieuwd. Mag ik nu slippen? Of ga ik naar buiten? Oké, okay. Het is vandaag vrijdag, ja vrijdag. En ik had iets in mijn hoofd. Ik weet niet of dat heel slim is, maar ik ga proberen om mijn eigen haar te knippen. En ik laat jullie meekijken. Serieus, steady hands. Nee, ik heb serieus gewoon geen zin om naar de kapper te gaan, dus...
En ik moet ook echt iets aan mijn stopwoord serieus doen, want het wordt niet meer leuk. Inge, waarom ga je niet gewoon naar de kapper? Omdat de kapper altijd te veel van je haar eraf knipt. Als ik bijvoorbeeld zeg, ik wil alleen puntjes en lengte bouwen. En met alleen puntjes bedoel ik dan dit of dit nog. Nee, bij de kapper denken ze dan, oh, zo. En, no way, José. Maar goed, wat we nodig hebben, dat hebben we allemaal nodig. Een borstel, check. Een stiek, check, stiek, stiek, check. En natuurlijk een schaar. Schaar, check. Oké, let's do this. Zo, denk ik niet, je spoort me, man. Nee, ik spoor niet. Wat voor gekke dingen. Stikje erin. Nou scheelt het dat ik natuurlijk van mezelf heel veel krullen heb. Dus mocht het nou een heel klein beetje fout gaan, dan zie je toch niks van. Durf niet. Ik zal klein beginnen. Oh, waarom doet hij dit nou? En dan zie ik serieus als het is. Nou, je stil scheef. Toen zat er dit. Dan zit dat inknippen. Oeh! Oh mijn god! Fuck, hele hap eruit. En dan moet er nog eruit. Nou. Nou, dit is het resultaat. Van je haar zelf knippen. Ik heb er ook een hoop lagen in geknipt. En ik heb het idee dat ik ineens meer krullen heb. Ik ben op een gegeven moment wel gestopt met filmen, want ik had echt zoiets van, ik moet me echt serieus. Lelijk woord. Ik moet me echt focussen op het knippen. Dat mag echt niet fout gaan. Dus daarom had ik even de video op stop gezet en ik dacht van Inge, even focussen op je haar. Dat is toch wel iets heel belangrijks. Dus, maar ja, dit is dus het resultaat. En ja, ik vind het nog niet zo heel erg verkeerd volgens mij. Luca gaat vanavond koken. Hoi. Wat ga je maken? Worstenpootjes. Lekker. Vertel me even aan de kijkers hoe warm ze moeten. 180 graden. Maar hoe lang dan ongeveer? Welk bak stond al het spier? Oh, hij is er net uitgeknipt. Oh ja. Yeah. Kijk uit mijn schaar, hè? Ja. Ik heb net op deze. Ja, hier staat het. 5 minuten. Oké, dan. Jij wil iets engels aan mij doen? Ja, maar gewoon die slingerhand hier. Ik wou weglopen, maar ik wou je ook nog zo houden. Oh, ja, maar dat deed je toch al? Nee, ik had je nou zo. Echt zo. Oh, zo de wc kijken. Hoi, hoi. Logeerfeestje. Ja.
Gezellig. Ja. Dat is altijd je stinken morgenochtend. Waarom heet het nou? Lucky Boy. Oké. Super Sound Games. Super Sound Games. Oké, doen we. Bij jou niet. Wat? Vijf kids. Nou, gaan we kijken. Ja. Ja. Lekker slapen? Ja. Oké, tijd voor snacktrek. Yes. Zin in. Hulp. Dat is voor iemand die ook zeer geïnteresseerd is. Oh, weg. Vandaag. Zo. Vandaag feestje van Ethan. Dus het is een drukke, gezellige bedoeling. Drankje, taartje. Hapje, drankje, snackje, taartje. Oh nee, geen taartje meer. Drankje. Ja, ga zo door. Gisteren niet gevlogd. Ongelooflijke kaardag was het gisteren. Ik voelde me echt best wel somber. Dus maar vandaag is het feest. En ik heb er vandaag weer zin in, zeker. Ik heb mijn camo shirt jurk weer aan. Jan is zich nog even aan het omkleden en opfrissen en zo. En dan kan de party beginnen. Nou, er vliegt een helikopter boven je wijk. Rondjes en rondjes en rondjes. En wel erg dicht bij ons in de buurt. Politiehelikopter. What the fuck is going on? Helemaal hysterisch te doen. Ik ben naar beneden gelopen om te kijken van waar het in de buurt is. Kom ik beneden, is hij weg. Ik ben wel zo'n sensatiezoeker, hè. Dus ik hoor hem nog wel. Nee, ik wacht even. Ik wacht al even. Zo, het is inmiddels 21:15 s'avonds. Jou is even aan het douchen en net al even gedoucht. En we hebben Isla's verjaardag vandaag gevierd. Het was erg gezellig en we hadden heel mooi weer. Dus we hebben lekker buiten kunnen zitten. Dus ja. Gaat weer top. Ik ga deze vlog afsluiten. En ik ga vanavond lekker even editen en zo. En dan ben ik er donderdag weer. En ik hoop dat we dan iets actiever zijn in de laatste week van de schoolvakantie. Tot dan. En geef even die duim, alsjeblieft. En abonneer op mijn kanaal. Dat zou ik erg fijn vinden. Doei doei.